Kiki, put your hand up and I'll ask you to speak. So start off with the lady there. We'll start off in English. Hi, Kiki. I know she's crafty and moves so well and everything, but from your side, what do you feel let you down from your end today? Yeah, I think today was not a good match for my side. I had to play more aggressive, but yeah, I was not able to do that. So yeah, nothing was really working. So the serve was not really there. My strokes were not really there. So had some opportunities, but didn't take them. So yeah, then it's tough to win. I know last year was a big moment for you making quarterfinals here and kind of helped you do well on all the other surfaces after that. I guess, how do you feel about this loss now that you know that you could do a lot more here? Yeah, it is what it is today here at ENDS in round three. Last year was quarters, that was unbelievable, of course. But yeah, still, I think the grass season was okay. I played a lot of matches, I won a lot of matches. But yeah, still the game is not really there, I would say, for grass. I have to play more aggressive. I think I didn't do that the whole grass court season, but against a lot of girls, it was good enough to just play a little bit more from the defense, just to hang in the points, slice it back. But yeah, if you play already the previous round against Taylor, but also today against Barbara, you see that that's not enough, that you have to do more because they are better in that. So yeah, and I was not able to step up my game. Any other questions in English? So then we'll move to Dutch. Thank you. Kijk, als je kijkt naar die eerste set toch, hè, ook al gaat het stroef worstelen, je krijgt zes breakpoints nog op 4-4. Voel je daar aan je dat je net misschien net iets meer moet doen? Of voel je ook de twijfel van, moet ik aanvallen of achterin? Hoe voel je het zelf voor ja, je? Ja, het is lastig, want je natuurlijk de eerste breakpoint inderdaad krijg je wel een tweede service, daarna alleen maar eerste, allemaal erbuiten. Op een gegeven moment, ik weet dat die bal daar komt, weet ik van tevoren, dus ik sta er klaar voor. Ik probeer gewoon een goed contact te krijgen en hem wel gewoon inslaan. Alleen krijg ik het gewoon niet voor elkaar. Dus tuurlijk is dat heel frustrerend op dat moment. Alleen, ja, lukt het me gewoon niet om die bal in te krijgen. Ook al weet ik waar die komt. Dus, en ja, dat is natuurlijk alleen maar balen als je weet inderdaad dat je toch die kansen krijgt. En je weet ook ergens dat je gewoon niet goed speelt. Dus ja, dan hakt dat erin, ja. Je was ook weer dat gewoon aan het zoeken. Je mist ook toch een beetje het gevoel. Ook backhand was moeizaam vandaag. De voorhand kon je niet echt lekker wegleggen, zeg maar. Voel je dan dat die twijfel er toch weer in kruipt, dat je dan onbewust toch weer achteruit gaat schakelen dan, of niet? Ja, zeker. Het zit natuurlijk toch ergens gewoon in mij dat ik niet inderdaad een stapje erbij doe. Of tenminste een stapje erbij. Dat klinkt dan alsof ik niet mijn best doe of zo. Maar gewoon een, qua versnelling, qua slagen, dat het gewoon iets voller erop gaat. Ja, dat vind ik gewoon lastig. Het is toch eerder dat ik inderdaad iets naar achter word gedrukt en juist probeer ballen te maken. Dat zit gewoon in mij, hoe hard ik het ook elk punt tegen mezelf zeg om wel die ballen te slaan. Dus ja, dat blijft gewoon heel erg lastig. Soms zie ik dan je dan wel bijna als frustratie in de return wel slaan, denk ik, nou, maar ik doe het nog een paar keer. En ja, dat zeg ik ook tegen mezelf. Alleen blijkbaar, ja, blijkbaar werkt dat niet zo. In de training denk ik ook. Gisteren en vandaag was gewoon het niveau, denk ik, het beste van wat ik de laatste weken wel heb gespeeld. Alleen dat is gewoon toch anders. En ja, met spanning heeft het voor mijn gevoel niks te maken. Want ik voelde me gewoon goed vandaag, ontspannen. Voor de wedstrijd ook. Alleen, ja, de ballen kwamen er gewoon echt niet af vandaag. Set 2 ging wel erg hard. Het ging toch gewoon te hard, toch? Of niet? Ja, dat gaat te hard dan. Maar ja, daarin zie je dat zij natuurlijk iets meer geloof krijgt. En bij haar wel iets makkelijker alles gaat inderdaad. En ik blijf gewoon heel erg zoeken. En probeer hier en daar wel iets meer te doen. Maar ga dan iets meer juist voor de lijnen. In plaats van juist inderdaad voor de goede hit. En ja, dan zie je gewoon dat het te snel gaat. Ben je dan vandaag bezig? Je bent natuurlijk bezig met de strijd met je tegenstanders. Maar ook met die innerlijke strijd. Elke keer van ja, ik moet vooruit blijven tennissen. Is dat dan te veel voor jezelf? Nou, eigenlijk valt dat wel mee. Okay. Tuurlijk probeer je dat wel. Ik denk dat ik die balans wel heel erg heb. Omdat het is niet iets nieuws voor mij dat ik natuurlijk terugkruip. Dus ik ben dit over het algemeen wel heel erg gewend. Dat ik wel vaker heb dat ik denk van oké, nou nu sla ik hem eens een keer lekker door. En dat hij er niet afkomt. Dat gebeurt heel erg vaak. Dus dat ben ik wel gewend. Maar ja, het is gewoon jammer dat die klik er nog niet echt is. Je hebt er wel eens meer gefrustreerd bij gezeten na een nederlaag. Zo kom je in ieder geval over. Wat is nou het gevoel dat overheerst? Nou, ik baal natuurlijk heel erg hoor. Want ja, ik heb gewoon niet een goede performance afgeleverd vandaag. En dat had ik natuurlijk graag anders gezien. Maar ja,
ik heb toch gedaan wat ik kon. Ik denk dat het een prima gastseizoen is geweest. Een prima eerste helft van het jaar. En nu gaan we daar gewoon op terugkijken, terugblikken. Weer een plan maken voor het tweede half jaar. Hoe we weer dingen gaan verbeteren. En dan gaan we daar gewoon weer keihard mee aan de slag. Ik heb alles gedaan, elke dag, dag in dag uit dit jaar, wat ik kan. Dus ja, meer zit er dan niet in. Knaagt het dan dat je bij de laatste vier Grand Slam toernooi niet voorbij de laatste 32 bent gekomen? Nou, op zich ook niet. Want vorig jaar speel ik hier wel gewoon kwartfinale. En natuurlijk op Roland Garros hang ik hier halve. Dus ergens weet ik gewoon dat ik het kan. En ik sta gewoon nummer 4 van de wereld. Dus de resultaten die zijn er zeker wel. Dus eigenlijk ben ik daar niet echt mee bezig met de Grand Slam resultaten. Vind je ook dat je in Eastbourne beter speelde dan hier? Durf ik niet te zeggen. Okay. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met het type tegenstander waar ik tegen speel. Ik denk, tegen zoveel meiden kom ik weg met het iets verdedigendere spel. Omdat ik gewoon toch heel veel ballen terug heb. Net even een slijsje, wat zij gewoon heel erg lastig vinden. Alleen als je dan tegen tegenstanders speelt, inderdaad als een Taylor en vandaag ook tegen Strikova. Die zijn daar gewoon heel erg handig in. En die zijn eigenlijk handiger dan ik ben. En daarvan heb je er gewoon niet heel erg veel. Dus dan is het een punt van oké, schakelen en dan moet ik wel aanvallend spelen. Alleen dat zit gewoon niet in mij. Ik denk inderdaad, dus de eerste set tegen Sabalenka, dat een hele goede set was. Maar ook als je daarin in die derde set krijgt, dan krijg ik op een gegeven moment gewoon zoveel punten van haar. Probeer ik ook aanvallend te spelen, maar lukt dat me niet. En dan krijg ik hem wel. Dus het is ook gewoon een type tegenstander tegen wie ik speel, denk ik. Is er dan na aanloop, of als je opstaat, is er dan al het gevoel van ja, dit gaat niet mijn dag worden? Of nee, ik voelde me echt heel erg goed. Dus echt geen idee. Het inspelen vanmorgen ging ook prima. Ik voelde me goed, mijn lichaam voelde goed. Dus in een wedstrijd weet je natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Alleen, ik was er gewoon klaar voor. En zag dit niet aankomen. Het kan altijd gebeuren natuurlijk. Alleen, ik voelde me gewoon goed. Bij die lop van Strikova, waar ze breekt naar 5-1. Ja. Wat, ik zag je even lachen naar je bank, naar je begeleider. Ja, ik dacht echt dat hij uitging. En Redi was al zo aan. Oh, hij is toch in. Dus dan is het gewoon te snel. Dan is daar 5-1. En dan weet je natuurlijk eigenlijk dat het heel lastig wordt om nog terug te komen. Omdat je ook gewoon niet goed speelt. Ja. Is het toch niet zo dat je voor je gevoel, hè? Je hebt ook heel goed eerste half jaar gehad. Toch staat er dan tweede ronde Australië. Natuurlijk ziek geworden op Roland Garros tweede ronde. Hier derde ronde. Heb je toch niet het gevoel dat dan niet helemaal in verhouding is? Dat je gewoon meer kan, zeg maar. Ook gewoon. Dat je ook meer moet laten zien. Ik denk niet moet. Ik weet gewoon nog steeds dat ik op dit moment inderdaad, als ik niet goed speel, kan ik van iedereen verliezen. Zo simpel is het. Als ik goed speel, dan kan ik van iedereen winnen. En dat gebeurt op heel veel toernooien op andere toernooien niet. Ja, dat het toevallig op Grand Slams, oké. Alleen ik denk dat het gewoon een prima jaar is tot nu toe. Ik heb mijn hoogste ranking ooit. Dus kloten dat in een Grand Slam, maar op zich zoek ik daar niet dingen achter of zo. Nee. Zit daar misschien een verband met dat Raymond toch geen pep talks kan geven op Grand Slams? En op het andere toernooi wel? Is dat misschien had hij vandaag, weet ik het, bij begin tweede set even. Ik hoor Ray's stem natuurlijk gewoon in mijn hoofd. Ik ken hem natuurlijk zo goed inmiddels dat ik echt wel weet wat hij tegen mij op sommige momenten wil zeggen. Dus ik weet gewoon dat hij zegt, oké, sla door, kom in op elke korte slice, ga naar dat net, blijf ervoor gaan. Maar als je het niet doet, dan kan iedereen kan dat tegen je zeggen, alleen uiteindelijk moet je dat zelf doen. Dus ik denk dat ik die stem wel redelijk in mijn hoofd heb zitten, Ik zie het al koptelefoon opzetten met die stem nog een keer. Ik weet niet of dat gaat helpen, maar misschien wel hoor. Maar tuurlijk, misschien heeft het ermee te maken. Maar op zich denk ik dat ik echt ergens wel weet wat ik inderdaad zelf moet doen. Alleen, je moet het wel uitvoeren ook. Ja, op vakantie om op te laden. Ja. Dat was sowieso het plan. Dat was sowieso het plan. Toch weer even fysiek natuurlijk helemaal tot rust komen. Weer even dat ik gewoon echt weer 100% fit ben. En dan gaan we weer voorbereiden op Palermo. Two short more questions. Ja. Waar ga je naartoe op vakantie? Italië. Ja. Is dat dan toch ook een dat je zegt, dat aanvallen dat zit niet in mij. Is dat iets wat je toch wil bereiken? Of accepteer je nu van het zal de rest van mijn carrière zo blijven? Toch? Er moet nog ergens toch een keer de klik komen, zeg maar. Dat ik het toch ga doen.
Ja, ik werk er heel hard aan. In de trainingen ook. In de trainingen blijven we het oefenen. We blijven het benaderen. Want ja, iets anders valt er eigenlijk bijna niet te trainen. Ik kan wel elke bal terug gaan slaan. Maar ja, dat zit wel. Dus dat hoeven we niet te doen. Dus tuurlijk blijven we dat trainen. En blijf ik me daar ook in verbeteren. Alleen inderdaad is het de vraag van... ga je inderdaad echt je spel aanpassen... door echt heel erg aanvallend alleen maar te spelen. En dat je dat verdedigende weer een beetje weghaalt... tegen bepaalde speelsters is het natuurlijk wel goed. Dus en op andere ondergronden kom je er natuurlijk ook wel een stuk meer mee weg. Dus ik denk dat die vraag voornamelijk volgend jaar weer... dat ik die aan mezelf moet stellen voor het grasseizoen. Van oké, wil ik echt er gewoon vol voor gaan? Echt gewoon volle bak aanvallend spelen? Of gewoon maar afwachten en zien wat er gebeurt? Last question, if there is one. Yeah. Ja, ik ben blij dat het gasten voorbij is. Ja. Op de gravel, ja. Dank jullie wel. Dank je wel.